Welkom bij deze extra uitzending van Filmerts. Ik ben Henk. Special service announcement. Ik ben Sander. Ik ben Pim. En we hebben een bericht voor jullie. Want we merkten dat we de afgelopen tijd ook wat minder hebben gepost. En dat komt omdat we onszelf eigenlijk best wel veel druk op hebben gelegd om elke week 2 video's op te leveren. En we merkten eigenlijk dat we zijn ook een paar jaartjes ouder geworden in de tijd van Filmerts. Yep. Allemaal wat drukker geworden. Uiteindelijk, want die is door de puberteit. Eindelijk de baard in de keel gehad. Ja. En we merkten eigenlijk dat we de sociale druk niet meer aankonden. Sociale druk. Van mij misschien. Ja, oké. Okay. Ja, ik zal altijd aan het pesten. Ja, waarom, wanneer komen jullie nou? Dus sociale druk op ons. Ja, precies. Ja, Henk, jij bent eigenlijk de ik boze doen. Ik ben de boze doen. Ja, patient zero. Maar daardoor gaan we het iets kalmer aandoen. We gaan nog wel iets releasen per maand. Ja. Maar wel minder. Waarschijnlijk wat langer. Ja. Het is als in een grote, een lange, één. Wellicht, het idee is wellicht 1 lange podcast waar alles in zit. Ja, ik denk dat het gewoon, laat ons niet vastpinnen op wat we willen niet gaan doen. Maar het idee is nu om 1 keer in de maand een soort van long form podcast te releasen. En de content daarvan zal variëren denk ik van maand tot maand. Ja. Gewoon waar we het op dat moment over willen hebben. En ik denk dat sowieso daar natuurlijk in zit wat we in die maand hebben gekeken. Ja, het heeft nog wel een bepaalde structuur, maar niet... Nee, niet zo superstar. Dus het is, misschien hebben we het over nieuws een stukje. En misschien doen we een klein stukje praattafel, whatever. Ja. En een voorbeschouwing van wat er gaat komen. Exact. En wat we gezien hebben. Ja, exact. Zoiets is nu het idee. Het wordt niet helemaal ongeorganiseerde chaos, maar het gaat wel een beetje die kant op. Dus denk meer Joe Rogan podcast, interviewt iemand format. Als in, we gaan van weet ik veel waar naar, we maken gewoon sprongen de hele tijd. Ja. Maar het gaat nog steeds maar gewoon over films en series. Het is niet alsof we het over de huidige politieke klimaat van weet ik veel wat gaan hebben. Het is nog Filmerts. Ja. Maar alleen dat wat meer bij elkaar en minder vaak. En dus wij gaan wel gewoon naar de film. Ja, dat was in ieder geval het idee. Ja, fuck. We zullen deze maand, want John Wick 3 komt uit. Doei! Dus daar gaan we in ieder geval... daar gaan we in ieder geval nog een review van opnemen. Kom gewoon monoloog. Er zijn wel andere afleveringen die we nog wel even gaan doen. Maar in ieder geval wordt het dus wat minder. Is het nu al wat minder? Wordt het wat minder? Weten jullie in ieder geval waarom en hoe en wat. En wat. Ja. Dus als jullie vragen, opmerkingen, stuur al je klachten naar Pim. Ja. Dan kan hij dat mooi bundelen en voorlezen. Ik geef ook meteen pim@jobmail.nl. Ja. Ja, precies. Pim Meijerhuis. Ja. @jobmail.nl. Dat was het eigenlijk. Ja, denk ik wel. Ik denk dat je gewoon vanaf nu 1 keer in de maand heel blij bent met een langere podcast. Ja. En alles wat je verder krijgt als extra. Ik denk dat je het zo moet zien. Ja, kers op de taart. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze. Ja, je moet maar gewoon accepteren. Want we doen niet anders. Sorry. Nee, dat is heel slecht. Ja, onze 5 kijkers, ja. Ja, whatever, man. En dan zien we jullie in de volgende aflevering. Hey.